blokzuil. Het hoofd van Reserveur. Silo het zand. Voorzet van Bronckhorst. En te ver, maar wel twijfel bij Marco Rente. Die de eerste hoekschop van de wedstrijd weggeeft. Verber de tweede paal en dan valt hij binnen. En dan is het zomaar 1-0 door Ilias Bronckhorst. De aarzeling achterin bij FC Groningen. Bij de eerste corner van de wedstrijd. Jurrius geslagen. En via Bronckhorst dus Dordrecht op 1-0. Een droomstart. En inmiddels zijn er toch weer meer fakkels dan twee ontstoken. En neemt de rookvorming weer toe. En is het de scheidsrechter die inmiddels in de 9e minuut besluit om naar binnen te gaan. Is het zicht te beperkt. En moet Boschart naar binnen samen met zijn mannen. En dat geldt ook voor Dick Lukien. Na een oponthoud van een minuut of 16 dus weer begonnen aan de wedstrijd tussen FC Dordrecht en FC Groningen. Amerikaan John Hilton met het paasje op Sebaoui. Goeie bal! Uitstekend verdedigd dan. Voorzet van Sebaoui. Komt bijna bij René Kriwak. Maar goed verdedigd uiteindelijk door FC Groningen. Van Avert. Moeizaam Reserveur, maar die komt er dan nog knap uit ook. Dan is daar de paas van Mbayo. En het zand. Goeie bal, Kriwak. Mooie paas van Matisse Rij, maar Kriwak doet er te weinig mee. Ver ingooi aanstaande. Heeft die bal dan toch ook enigszins hangen? En dan wordt hij uitgehaald. Is dit de kans? Dit is Postema, maar die strandt op Reserveur. Marco Rente is het die die bal voorbrengt. Postema krijgt de kans, maar laat hem liggen. Van de Avert. Te gemakkelijk Hilton daar van de bal afgezet. Postema. Pelupessi in de korte hoek. En een goede redding van Ploegman. Sebaoui. De huurling van Feyenoord. Shiloh Tsant is een goede bal. Sebaoui. Oh, daar moet je veel meer mee doen. Uitstekende paas van Shiloh Tsant op Ilias Sebaoui. En die had deze bal echt moeten afmaken. Helemaal vrij Peersman. 10e minuut na rust en Peersman realiseert zich niet dat hij daar heel veel tijd had. Had op zijn minst op doel gemoeten. Uur gespeeld. En Dordrecht nauwelijks in de problemen geweest. En de ploeg van interim coach Boschart staat nog altijd voor. En Sebaoui met de grote kans. Dan komt de Feyenoorder in één keer naar binnen. En dan haalt hij uit met rechts. En dan is het de redding van Jurrius. Die Groningen nog in de wedstrijd houdt. Prins. Daar is de voorzet en die wordt onderweg aangeraakt. En valt daar binnen bij de eerste paal, maar goed opgelet door Ploegman. Maar daar waar Dordrecht verdediger niet zoveel fout doet, lijkt dat ook het geval bij FC Groningen. Segezic. Met Mata voor hem. Segezic. Dit is de kans. Sebaoui. En het scheelt helemaal niets. Rakelings naast het doel van Jurrius. Segezic. Mata. Weggewerkt door Kluivert. De pijp lijkt leeg bij FC Dordrecht. Maar kan Groningen er gebruik van maken? Mata en Slor naar Postema. Postema is nu zijn man kwijt. Postema. Kluivert verdedigd.
Nog altijd de voorsprong voor FC Dordrecht. Als Jurrius bijna voor is, daar is het schot. En daar is het. Het zijnet. Het schot van Johan Hoven. Maar Ploegman lag in de hoek. 10 zegens, 3 gelijke spelen zorgden voor een prachtige reeks van FC Groningen. Maar vanavond stopt het aan de dijk, aan de kromme dijk in Dordrecht. Want dat is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Martens. FC Dordrecht wint met 1-0 dankzij de goal van Ilias Bronckhorst vroeg in de wedstrijd. En daarmee stijgt Dordrecht ook op de ranglijst en komt het boven FC Groningen te staan.